wat is dan iets verder dan alleen maar een beschrijving, maar wat betekent het voor jou? En wat zou het moeten betekenen? Ik wil je daarvoor uitnodigen om daar mee te beginnen. Bepaalde nieuwe zaken hebben een zogenaamd farmacon karakter. Het kan een gif zijn en het kan een medicijn zijn. De I kan een medicijn zijn en het kan een gif zijn. Voor dat samen op alle mogelijke manieren. Nou. Misschien is het allemaal niet zo heel spannend. In een wereld waar je misschien wel weer terug moet naar je basisrechten. Dus een paar jaar geleden was er een Global Conference on Cyberspace. En daar zaten we met de minister van Buitenlandse Zaken. En die zei, ja, maar moeten we nou? Hè? Moeten we dat internet? En moeten we met z'n allen? En eigenlijk was de boodschap van iedereen aan tafel aan de minister. Ja, maar de rechten die je hebt in gewoon het dagelijkse leven. En dat kan zijn basale mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, of het recht op privacy, of het recht op informatie. Dat zou op internet eigenlijk niet anders moeten zijn. Veiligheid, privacy, betrouwbaarheid van data, beschikbaarheid van data, eigenaarschap van data. En dat zijn allemaal vraagstukken waar we denk ik heel goed over na moeten denken. Omdat, of je nou kijkt naar de zorg, of naar het onderwijs, of naar de logistieke sector, of waar ik niet uit waar je kijkt. Het zijn altijd ongeveer dezelfde vraagstukken. Dus met z'n allen onder goede regie benoemen van die vraagstukken en komen met oplossingen, kan denk ik een hele hoop potentiële problemen voorkomen. Terwijl we de kansen blijven benutten. Internet brengt een hoop. Als je kijkt naar bijvoorbeeld opleidingen, dan zijn die niet meer alleen voorbehouden aan westerse landen, maar online opleidingen kan ook van enorme waarde zijn in landen waar het veel ingewikkelder is om iets aan opleiding überhaupt te doen. He, dus met internet en de adoptiegraad en zorgen dat iedereen bereikbaar is, kan er echt een hoop moois gebeuren. En zie je dat dat ook over grenzen heen gaat en ontwikkelingshulp eigenlijk in de schoot werpt om mensen verder te helpen. He. Even vanuitgaan, dat is mijn standpunt. Tenminste, dat met een stuk opleiding je een stukje verder komt in het leven waar je dan ook woont. Dus het brengt een heleboel mooie dingen. Wat je ook ziet is door die digitalisering komt er ook steeds meer informatie. En de vraag is een beetje of wij als mens, en daar zijn ook onderzoeken naar gedaan, ook in de filosofie, maar ook in de wetenschap, hoeveel informatie je als mens kan absorberen en hoe je daarmee omgaat. En dan komen er ook wat negatieve kanten van de digitalisering die in algoritmes zitten, in zoekmachines, die, en dat ben ik helemaal met je eens, helemaal niet nieuw zijn. Er wordt geframed, er wordt gekleurd bij verkiezingen, dat is van oudsher. Maar je ziet dat het wel met een nieuw kanaal nog meer wellicht gaat gebeuren. En dat betekent de hoeveelheid informatie, maar ook de manier waarop digitalisering van informatie eigenlijk tot mensen komt. Dat het wel een vraagstuk voor ons opwerpt, vind ik. Hoe ga je om als mens met informatie? 4 jaar geleden zouden wij deze bijeenkomst denk ik niet gehouden hebben. Als ik maar even de cyclus van kabinetten in dit land als vertrekpunt. Ik had ook 5 jaar geleden kunnen zeggen, of 10 jaar geleden. Maar toevallig, ja. En kennelijk is er een soort tipping point, of komt dat eraan, of is het al geweest, waardoor er een enorme behoefte is ontstaan om inderdaad eens even goed na te denken over waar gaat dit eigenlijk allemaal naartoe? En moeten we daar niet wat van vinden? Want 10 jaar geleden hadden we waarschijnlijk gewoon gezegd, wij gaan toch een nieuwe generatie kantoorautomatisering in de bedrijven introduceren. En dat gebeurt overigens ook nog aan de lopende band. Maar dat is niet waar de behoefte voor een verdiept gesprek zit. De behoefte zit erin dat deze technologie langzamerhand zo doordringt in alle spataderen van de samenleving. Dat al die vragen inderdaad langzamerhand wel eens een antwoord gaan behoeven. Waarbij het antwoord ook kan zijn, we laten het toch maar gewoon gebeuren zoals het gebeurt. En dat is zeker niet alleen maar een laf antwoord. Maar gelijktijdig, hè, niet voor niks koos je 4 jaar, een 4 jaar cyclus. We hebben op dit moment een kabinetsformatie.
We hadden het daar net over. Het hele woord e-samenleving, ICT, komt eigenlijk nauwelijks voor in plannen. Die sense of urgency, wordt die dan ook gedeeld? Op dit moment is een tipping point, dat wordt ervaren, maar wordt het ook politiek ervaren? Het grappige is, wij hebben vanuit Nederland ICT hebben wij, zoals een goede brancheorganisatie betaamt, ons eigen manifest geschreven afgelopen jaar. Met wat wij vinden dat op het gebied van digitalisering in een nieuw kabinet zou moeten gaan gebeuren. Vervolgens hebben wij alle verkiezingsprogramma's, althans niet alle 28, maar 12, geanalyseerd. Eigenlijk op een aantal elementen rond die digitalisering. En inderdaad zag je dat er her en der wel aandacht was voor after privacy of cybersecurity. ICT in het onderwijs, programmerend onderwijs kwam je nog regelmatig tegen. Maar over het algemeen was het inderdaad redelijk afwezig. Wij hebben die conclusie ook voorgelegd aan de politieke partijen. Van sommigen kregen een reactie. Ja, het staat er misschien niet in, maar dat wil niet zeggen dat we het niet belangrijk vinden. Nou, we hebben zoiets van, nou, als in je verkiezingsprogramma staat wat je belangrijk vindt. Dus als het er niet in staat, dan is het toch blijkbaar een andere prioriteit. En als je dan kijkt hoeveel kennis er in deze Tweede Kamer, in de nieuwe Tweede Kamer zit, op het gebied van ICT, op het gebied van informatie, is dat echt zorgwekkend laag, vind ik. Want het zijn wel de mensen die de regering moeten controleren. En die zich van alles kunnen laten wijsmaken. Maar dat, ik vind dat wel zorgwekkend. En dan heb ik het niet over één bepaalde politieke kleur, maar heb ik het over de volle breedte. Ik denk zeker niet dat dingen maakbaar zijn. Maar ik denk wel dat je iets te doen hebt met elkaar om te zorgen dat je wat beter op aansluit. He, sowieso als overheid, maar ook als mens. En dat we daar met elkaar wel de gedachten over moeten gaan vormen om, bijvoorbeeld je hebt het over menselijke waardigheid. Nou, er zijn nu ook allerlei fenomenen over wat je in de normale, niet de digitale, maar normale wereld ook ziet. Cyberpesten, hè? Dus pest op internet, wat nu in klassen, op scholen natuurlijk erg onder de aandacht wordt gebracht, omdat het eerst een beetje uit het zicht was. We hadden het net over, ik gebruik bijvoorbeeld zelf geen Facebook. Nou, dus ik zie dit niet. Maar, principieel niet? Nou, niet principieel, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Okay, okay. Of ik maak er geen tijd voor, zo is het eigenlijk meer. Maar ik zorg wel nu dat ik, mijn kinderen zitten wel op Instagram, dat ik dat een beetje in de gaten houd. En je ziet gewoon dat een tijdje ook wat achterwege is gelaten. Hè, en dat is iets aan ons als mens. En dan lijkt het alsof het heel verdekt is en iets heel nieuws, terwijl pestgedrag is natuurlijk eeuwen oud. Alleen er komt wel een nieuw kanaal bij of een nieuw fenomeen. Ik weet niet hoe je de informatiesamenleving in die zin duidt. Maar er komt iets bij waar je ook weer rekening mee moet houden. Als je het hebt over menswaardigheid of foto's plaatsen terwijl mensen dat niet willen. Daar heb je gewoon iets voor af te spreken. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus het is niet maakbaar, maar je hebt er wel iets op te doen. We hebben het 3 weken geleden dachten, maar waarom zijn al die stemlocaties niet gewoon ontsloten als open data? Nou, die zijn dat niet. Dus op een gegeven moment zijn we 388 gemeentewebsites langs gegaan. Nou, dat is geen pretje. Of althans, niet altijd. We hebben die stemlocaties opgehaald. 84 gemeentes moesten we nog even aanschrijven. Bij sommige gemeentes die zeiden van, nou, we hopen u voor ergens april te kunnen beantwoorden. Nou ja, dat is een beetje een gekkigheid. Maar uiteindelijk is die data is die ontsloten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt terecht, dat ligt bij de kiesraad. Of we vragen het even aan de kiesraad. De kiesraad zegt, het ligt bij de gemeente. En zo word je een beetje zo rondgestuurd. En ik denk, nou, volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens mij kan het voor eens en altijd gewoon goed geregeld worden. Zonder dat er heel veel moeite voor gedaan hoeft te worden. En dat is dat mensen het leuk vinden om op basis van informatie besluiten te nemen. Nou, ik heb psychologie gestudeerd en mensen vinden ontzettend veel leuk. Maar wat ze echt veel leuker vinden, dat is om niet op basis van informatie besluiten te nemen. Er is heel veel onderwijsdata en dat is heel fijn. Kan je heel veel dingen naast elkaar leggen. Maar uiteindelijk, en dan vielen een aantal scholen af en toen hoefde hij nog maar 3 open dagen. En uiteindelijk viel er 2 af en toen is hij nog een lesuur gaan doen. En uiteindelijk is het emotie, maar de basis is wel een vergelijking die hij kon maken op basis van,
overheidsinformatie of op basis van informatie. En datzelfde geldt met verkiezingen. Er zijn stemwijzers. Je kan kijken naar het stemgedrag van politieke partijen de afgelopen 4 jaar. Je kan heel veel informatie naast elkaar leggen. En uiteindelijk kijken mensen naar een debat en kijken ze, vertrouw ik die persoon of vertrouw ik hem niet, of vind ik hem knap of niet. Het besef dat wij slechts maar, en dat is wel eens uitgerekend, 10% zijn wat mensen nodig hebben om dingen te organiseren voor zichzelf. Dat is misschien al een hele aardige. Maar dat wat we dan aanbieden, dat op een objectieve manier en zodanig dat mensen kunnen vertrouwen dat het juist is en dat het klopt, dat het real-time is, als ik even in mijn werkveld informatievoorziening, real-time informatie waar je meteen wat mee kunt, waarvan je ook weet dat het goed is, dat je niet 5 dagen hoeft te wachten op een of andere code. Daar gaat het naartoe. En dat is een omgeving creëren en dat vind ik het mooie van wat hier even langskwam. Buiten de hokjes van Thorbecke, dat is gewoon namens de hele overheid, noem ik het maar even. Daar gaat voor een deel een rol van de overheid naartoe. Maar dat is ook voor een deel onzichtbaar. Dus daar zit niet zwaar overheidshandel in. In de zin van wat ik daarmee bedoel is dat mensen niet altijd meer in de gaten hebben. Mm-hmm. Dat zij informatie gebruiken van de overheid. Welke randvoorwaarden zijn nou nodig voor die verbonden samenleving? En in feite zijn we daar al een beetje die kant op aan het bewegen. Dus ik zou zeggen, willen nemen in reactie? Dus hoe zorg je ervoor dat mensen verbonden blijven met elkaar. En ook buiten de eigen bubbel zicht hebben op belangen en zaken die daar spelen. En dat is denk ik een hele grote uitdaging. Waar je denk ik, als je naar Amerika kijkt als voorbeeld, waar die polarisatie, ik dacht een paar jaar geleden dat het ongeveer wel zijn top had bereikt, maar het kan nog steeds gekker, want hoe daar de meningen steeds verder en steeds harder tegen elkaar uit worden gespeeld. Ja, dat zou me wel wat waard zijn om te voorkomen dat we in Nederland ook die kant op gaan. Het kennisniveau, zeg maar, op diegenen die zowel binnen de overheid volgens mij, maar ook al bij gemeenteraden, bij Tweede Kamer, bij adviescolleges, dat best wel een tandje hoger mag. Maar echt in de volle breedte. Het zit nog steeds in bepaalde kokers die wat breder om zich heen mogen kijken, wat mij betreft. En ik weet niet hoe je dat moet regelen, maar volgens mij hebben we daar allemaal wel een soort verantwoordelijkheid in om dat voor elkaar te krijgen. Maar daar zit wel wat in, want het gaat best wel snel. Ja, dan is het probleem bij het huidige digital leadership de wet van Cruijff. Je gaat het pas zien als je door hebt. Dus er zit helemaal geen masterplan achter. En dan kom ik dus bij jouw woord kennis. Dan hebben wij gewoon een mega kennisprobleem. En dan is het ook gewoon zo ontzettend fascinerend. Tenminste, ik vind het dan dus ook echt heel leuk worden. Wij zitten zelf midden in die ontwikkeling. Het is bijna niet te doen om er afstand van te nemen en daar echt een min of meer geobjectiveerde analyse van te maken. Dus wij zitten, iemand zei het straks, misschien was jij het, dat is voor de geschiedschrijvers. Ik denk dat je over 50 jaar ons op dit moment keuzes ziet maken waarvan je straks zegt, hoe is het mogelijk dat ze zo naïef waren? Of misschien wel dat ze zo slim waren. Zo slim waren. Ja, ja.